Nogmaals, vandaag staan we in IJmuiden aan het strand. Zoals je kan zien, het waait dus lekker hard. Hollands weer. Wat gaan we doen vandaag? We gaan training volgen. Olifanten wassen. Kijken jullie mee? Ik wil door dat het lijkt hoor. Welkom allemaal hier bij de Zuidpier. Dit is ons verzamelcentrum voor vandaag. Wij gaan zo meteen heel gezellig vogels vangen. Hartstikke leuk. Je vindt het leuk. Ontzettend veel zin in. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Uitgewind. Zo. Het plan is dus dat we dus op zoek gaan naar flessen of houten blokken. En dat moet dan dus voorstellen dat het dier gewond is of dood. En die moeten wij gaan vinden. Die liggen hier allemaal ergens in de duinen of op het strand. Ik kauw ondertussen wat zand weg. ik heb er wel zin in. Spannend. Hoe ben je terechtgekomen bij het zon? Want dat is daar dan waar je voor werkt? Ik werk voor een opvangcentrum in België aan de Belgische kust. En we hebben nu exact 15 jaar geleden een gigantische olieramp meegemaakt met duizenden vogels. We hebben toen ook hulp gekregen vanuit het buitenland, vanuit Engeland en vanuit Duitsland. En ook van een paar Nederlandse opvangcentra. Ik wilde net zeggen, dat is best wel dichtbij. En sindsdien hebben we echt gezegd van kijk, zonder die internationale hulp hadden wij het nooit gered. Dus delen wij ook onze ervaringen. Ik ben dan zelf ook bij andere rampen gaan helpen, heel veel ervaring opgedaan. En die ervaring deel ik graag met collega's en met nieuwe mensen om voorbereid te zijn. En als er opnieuw zo'n ramp gebeurt, en het is niet als, maar wanneer, dan elke dag is dan gewonnen en kunnen we meer vogels redden. Met de woorden van Cloud in mijn achterhoofd dat het niet als, maar wanneer is, wanneer er weer olievogelrampen kunnen gebeuren, ga ik vol goede moed aan de slag met het vangen van de echte roboduck. Nu zie ik niks meer. Oké, hi! Oké. Melding. Melding. Nou, ja, jullie zijn uitgestuurd naar dat stukje strand. En vanaf het strand zitten de vogels. Geen pauze, maar aangezien Wiebe achter mij even geïnterviewd wordt, dacht ik, kunnen wij even lekker hier verwarmen. We krijgen dadelijk spoedcursus. Wat zijn ze nou? Sonderen. Dat gaan we straks doen. En dan is de koffie en thee en dan moeten we daarna nog het strand op om vogels te vangen. Niet die we net hebben gevangen, maar dat met die flessen en die houtblokken ook af. Voer geven aan vogels en als je wat langer dienst bent, mag je ook vogels. We hebben een heleboel vogels. Niet riel, maar voor de oefening hebben we even later. Spietjes aan. Harry, kun je even kijken? Niet in het spleek. Nee, niet in het spleek. Dus als je via de zijkant van de bek gaat, dus via de binnenkant van de wang, zit je eigenlijk altijd goed. Dan wil je verder zorgen dat die nek gestrekt is, want dan heb je een mooie rest. Je kunt er een heel eind in. En na een tijdje voel je dan. Ja, hij gaat helemaal weerstand. Ja. Je pakt hier het dopje vast, want dat kan loslaten. Nee, je pakt hem hier vast. Die zet je tegen je borstbeen aan, want daar kan je druk zetten. En dan ga je hem langzaam degen. Je zet de juiste hoeveelheid vloeistof in. Dus kijk je in zijn bek. Of de vloeistof die naar boven komt. Hier even een tikje in de slag. Halen we hem eruit. Mocht de spuit afvallen. Wauw! Ja, bijzonder. Ja, bijzondere oefening. Maar wel cool. Ja.
Cheers. Cheers. Ik heb nog eventjes snel Marije van de dierenambulance gevraagd om wat vragen te beantwoorden. Wat heeft de dierenambulance nou voor toepassing tijdens zo'n oliebrand? Wat doet de dierenambulance? Ik denk dat we vooral het ophalen op het strand doen voor vrijwilligers. En dan als, in ieder geval degene die nu vandaag op de cursus zijn geweest. Want jij bent vrijwilliger bij de dierenambulance. De dierenambulance werkt ook alleen maar met vrijwilligers trouwens. Ja. Dat heeft ze me net verteld. Wat heeft jou toegezet om dit werk te gaan doen? Nou, ik hou natuurlijk heel erg van dieren. Want obviously. Dat moet wel natuurlijk. Ja. En ik wil wel iets bij mijn werk doen. En ik vind het leuk om auto te rijden. Ik vind het leuk om rond te rijden. En dieren te helpen. En dat is een steentje bij te dragen. Ja. Vind je het niet af en toe zwaar bij de dierenambulance te werken? Want kijk, zo'n ramp gebeurt en we zijn natuurlijk allemaal heel leuk aan het trainen. Maar eigenlijk is het natuurlijk best wel een slecht iets wat er op dat moment gebeurt. En ik kan me voorstellen dat het emotioneel ook best wel zwaar kan zijn. Ja, maar ik denk als zo'n ramp gebeurt, ik heb dat natuurlijk nog nooit meegemaakt. Ik ook niet. Maar ik denk dat je dan zoveel adrenaline hebt om met die groep dat tot een goed einde te brengen. Dat die emoties pas later komen. En ja, het hoort er natuurlijk wel bij. Maar dat ze daar niet mee kan omgaan, ga je denk ik ook niet bij de dierenambulance werken. Oké, dames, genoeg gekletst en op naar het strand om vogels te vangen. En hoe dat eraan toe gaat, zie je nu. Heftig!